Rapper Jolan werkt bij Multimedia Team. Fijne vent, aardige collega. Hij werkt ook bij Bliksem en Beat Heaven. Drukke jongen. Hij heeft een nieuw album opgenomen met een paar goede vrienden. En daar willen we wel wat meer over weten. Nou, ik zit inmiddels al bij Jolan op de bank. Maar Jolan mist nog, want die heeft zich verslapen, geloof ik. Hé, Jolan, kom eens even, joh. Goedemorgen. Het is 3:00 PM. Hey, het ziet eruit alsof je hard gewerkt hebt. Klopt dat? We hebben behoorlijk hard gewerkt. Waaraan? Aan een nieuw vers album gewoon. Dat is echt... Want jij bent een? Ik ben een rapper slash producer. Ja, producer. Dus, en hoe lang zit je al in de muziek? Ik denk nu ongeveer 7 jaar. 7 jaar zit ik in de muziek. En waarom ben je de muziek ingegaan eigenlijk? Is eigenlijk een beetje zo gegaan dat ik dacht bij mezelf van... Ik vond het heel interessant, het wereldje. En ik dacht, ik wou er eigenlijk wel iets mee doen. En toen dacht ik, fuck it, we gaan het gewoon doen. We gaan gewoon gas geven. En toen is alles zo snel gegaan. En nu hebben we een album. Ik maakte muziek met mijn broertje. Maar hij stuurde al zijn beats naar zijn vrienden toe. En die hadden er ook allemaal opgerapt. En toen dacht ik eigenlijk bij mezelf van... Ja, het is een beetje zonde als ik daar niks mee doe. Als jij er niet op staat. En als ik er niet op sta. en toen dacht ik bij mezelf... Dan gaan we een soort jeugdvertegenwoordigachtig muziek van maken. Of zo, zeg maar. Ja, het is gewoon leren. En dan kom je daar wel, zeg maar, om zelf iets mee te doen wat je wilt, zeg maar. Ja, en dan gaat flink wat tekst om in die rapmuziek. Hoe onthoud je dat? En lukt dat ook? Goeie vraag, man. Ik denk dat dat bij iedereen anders ligt. Ik moet, als ik een show heb, moet ik gewoon 3 weken van tevoren repeteren. Want dan gaat het bij mij, komt er een soort stofje in mijn hoofd dat ik het ook onthoud. En dan oefen ik nog verder en dan gaat het nog beter. En dan sta ik ook zelfverzekerd op het podium. Als ik 3 weken niet oefen en ik ga dan optreden... Ja, dan moet ik 5 bier drinken voor de zenuwen. En dan mag ik van geluk spreken dat het goed gaat, zeg maar. Nou, wil jij dit nou beluisteren? Nou, Jolan heeft het al aangegeven. Spotify, Deezer, Apple Music. Ga er naartoe, dan kun je het beluisteren. Heb je verder nog toekomstplannen, dromen? Beste Teun, luister, ik ben gewoon eigenlijk te moe. Ik ben er eigenlijk ook wel een beetje klaar mee. Ik heb gewerkt, ik heb gisteren gefeest. Ik heb eigenlijk ook gewoon een kater, ik ben er klaar mee. Rond jij het interview maar gewoon af. Nou, dat was Jolan, die gaat geloof ik weer terug zijn bed in. Heb jij nog iets vets dat anderen echt moeten horen? Stuur dan een mailtje naar redactie@plurijn.nl en dan regelen wij de rest. Beats van Jolan. Vloem, 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 vloem.